Yo mensen, tof weer kijken deze video. Mijn naam is weer van FIFA Boy 1999. Met vandaag dus de FIFA 20 nieuws video. En jullie weten wat er gaat komen. Jullie hebben natuurlijk al een paar dingen gezien op YouTube. Ik ook, onder andere van Twinty.nl. En ja, ik ga het jullie ook een video laten zien dus. Jullie gaan hierna nu de intro zien. Ik zou eens even zeggen, FIFA Street komt terug. Jullie weten het. Het wordt uitgebracht door Volta Voetbal. Ik heb het even opgeschreven. Volta Voetbal. En ja, de laatste keer dat FIFA Street in FIFA zat was in 2012. Dus het is alweer een keertje tijd. De laatste keer dat ik FIFA Street gespeeld heb op FIFA, dat was nog op de Wii. Kun je nagaan hoe lang het geleden is. Dat was nog op de Wii. Ja, toen heb ik nog FIFA Street gespeeld. En ik vond dat toen heel leuk. En toen is het helaas niet meer teruggekomen in FIFA. Maar goed, jullie gaan nu even de trailer zien van de FIFA die FIFA uitgegeven heeft en uitgebracht heeft gisteren. Dus ik zeg, kijk er even naar. Ja, dat was dus die intro van FIFA 20, de eerste intro die we kregen te zien. Het gaat dus gebeuren dat FIFA Street terugkomt in FIFA. En dat zou de game uitkomen op 7 september 2019. Wat ik ook weet is dat FIFA Street in een paar plaatsen, onder in Tokio en Londen, maar ook onder een brug in Amsterdam wordt gespeeld. Daar kun je uit kiezen dus onder een brug in Amsterdam, in Tokio, pleintjes en in Londen. Dus Amsterdam komt er ook in voor, onder een brug. Weet je, maar goed. Er is een verhaalmode. Dus net zoals de Journey ongeveer. De Journey zou denk ik al verdwijnen. Want het is al eigenlijk tot zijn eind. En dus de Journey zou denk ik weggaan. En dan kun je een verhaalmode spelen. Denk met een eigen speler van jezelf, neem ik aan. Of er zou ook een personage komen, net zoals met Hunter. Maar ik denk dat je wel een eigen speler daarmee kan doen. En een multiplayer modus, de keer online tegen elkaar, een soort Ultimate Team. Ultimate Team blijft sowieso, dat kreeg ik gisteren ook al een paar, dat zag ik in de reactie bij een video van een YouTuber. Maar FIFA 20 blijft gewoon. En FIFA 20 komt gewoon en Ultimate Team blijft gewoon. Ik speel sowieso Ultimate Team. Ik wacht natuurlijk op nieuws van KRM Mode, maar ik wou jullie dit toch ook even mededelen. Want FIFA Street ga ik ook spelen voor jullie. En dat gaan jullie ook zien op dit kanaal. Ja, het is dus allemaal heel veel nieuws opeens bij elkaar. FIFA 20 heeft gisteren de buiten gebracht dat FIFA Street terugkomt. Dat gaan jullie dus zien op mijn kanaal ook, als het dan uitgekomen is. Dat wou ik jullie even update overgeven. Jullie zien hier links rechts van af en toe een paar foto's verschijnen. Ja, nou, ik zou zeggen, bedankt voor het kijken. Jullie hebben hiervoor de carrière mode gezien. Super tof dat jullie nog steeds kijken naar video's. En vanavond mijn voorspelling van Portugal-Nederland. Dat ga ik jullie laten zien, maar dat is dan vanavond. Ik zou zeggen, bedankt voor het kijken. Druk op commentaar mogen als je het leuke video vond. En willen jullie meer 24 nieuws? Als het nieuws komt, dan laat ik jullie het graag weten. Maar willen jullie dan meer dat ik dit doe? Laat het weten in de reacties. En dan zeg ik zoals altijd en zoals nu. Later.